Welkom in de Pit in Studio. Ik zit er wel, Xavier Maassen zit er niet, want die zit thuis. Xavier. Ja, dat klopt. Ik had eigenlijk op het circuit van Spanje moeten zitten, maar helaas had mijn vrouw een positieve coronatest en ben ik afwachtende van mijn PCR-test of ik morgen misschien wel licht naar Spa kan gaan. Dus even in quarantaine. Goed zo. Gezond blijven is belangrijk. Formule 1 is ook belangrijk. Welkom bij Pitlane. We gaan vooruitblikken op de GP van Emilia Romagna. Yeah. Kan Max Verstappen op het circuit van Imola over Lewis Hamilton heen? Sam Kala en Xavier Maassen praten hierbij. Dit is Pitlane. Welkom bij de derde Pitlane van het seizoen, waarin we gaan vooruitblikken op race nummer 2 op dat hele mooie circuit van Imola. Vooruitblikken doen we dus via het scherm vandaag met Xavier Maassen. Xavier, ja, vanaf een afstand toch welkom. We krijgen meteen een vraag van Sjors Lemmens, een kijkersvraag. Waarom duurt het nou 3 weken tussen die eerste race en die race van dit weekend? Dat is behoorlijk lang. Ja, dat klopt. Normaal hebben we altijd de eerste testen op het circuit in Barcelona. De wintertesten zijn nu in Bahrein geweest, want eigenlijk ook die wedstrijd in Bahrein ietsjes dichter op die wintertesten zat. En dat we nu een gat hebben om weer terug naar Europa te komen. Het heeft ook allemaal met de hele COVID-maatregelen en reisregelingen te maken. Ja, reizen is allemaal lastig. Jij reist natuurlijk graag naar het circuit, Max Verstappen normaal gesproken ook. Alleen Italië, kan ik me voorstellen dat hij daar iets minder zin in heeft. Want de afgelopen jaren viel dat keer op keer tegen eigenlijk, die race in Italië voor Verstappen. Ja, klopt. Het was echt een drama tot nu toe wat hij in Italië heeft gedaan. Ik weet niet of het gewoon een toevallige jinx is. En of hij dit weekend in ieder geval kan doorbreken. Daar heeft hij wel alle kansen voor. Maar tot nu toe is Italië nog niet goed gezind. Ja, en Imola vorig jaar, met name die, want vorig jaar hadden we 3 races in Italië. Imola, dat was misschien wel het meest jammer van allemaal, toch? Ja, het was een hele mooie wedstrijd wel. Waarin Hamilton heel veel geluk had met een virtual safety car en daar eigenlijk mee de leiding pakte. Het gekke was, en dat was wel interessant, Bottas eigenlijk de sterkste was, maar die had problemen met zijn vloer. Die had schade aan zijn vloer en was daardoor een stuk langzamer. Dat zien we in de beelden op de achtergrond ook heel mooi. En Verstappen viel toen uit, terwijl hij in ieder geval een zekere podiumplaats in zijn zak al had. Ja, dat mocht niet zo zijn. Laten we het even over dat circuit gaan hebben. Wat kun je ons vertellen over dat circuit van Imola? Ja, echt een heel klassiek circuit. Grindbakken dichtbij, wat je net al op de foto zag. Een klassieker, een ouderwets circuit. Niet zo'n heel modern Herman Tielke ontworpen circuit. Maar echt een klassieker. En ik denk wel dat het mogelijk... Ja, zou het een blijvertje moeten zijn op de kalender. Het heeft ook veel met politiek te maken. Maar nu binnen het Europese programma wat uitgebreid is, omdat we natuurlijk altijd te maken hebben met de coronacrisis, is het wel een fantastisch circuit om op te rijden. Dus echt een weekend om naar uit te kijken. Ja, je zegt het al, hopelijk is het een blijvertje. Hè? Italië is natuurlijk ook een autosportland. Dat zie je terug aan bijvoorbeeld Ferrari, ook aan de andere Italiaanse teams. Maar het gekke is, we hebben op dit moment maar 1 Italiaanse coureur in de Formule 1. En dat is niemand minder dan Antonio Giovinazzi. I'm looking forward. Will be my 3rd season with the team. So just really happy to continue with them. Of course, it will be again another tricky one. I think we worked really hard during the winter in the factory. With training really hard to continue to improve myself like a driver, like I did, you know, last year compared to the first season. So do another step forward and then, like I said before, you know, my dream is that maybe we can score a podium because I think the team deserve and this is what we need to target for this year. Ik zelf vind het mooi, een Italiaan in een Italiaanse auto op een Italiaans circuit. Xavier, jij ongetwijfeld ook. Alleen een podiumplek, hoor ik hem zeggen. Dat lijkt me toch wel een tikkie hoog gegrepen, of niet? Ja, dan moet er inderdaad denk ik wel heel erg veel gaan gebeuren in die wedstrijd. Maar goed, we hebben soms van die knotsgekke wedstrijden gezien. Hè? Vorig jaar ook een aantal grote verrassingen op het podium. Dus wie weet, het zegt nooit. Nee, over verrassingen op het podium gesproken. We krijgen er ook een vraag over. Sergio Perez, hè? De teamgenoot van Max Verstappen. Zou hij, vraagt met name Jeffrey Jongen zich af, zou hij zonder uitvallen, zonder calamiteiten dus, zou hij in staat zijn om een podium te rijden?
Nou, ik denk wel dat Perez dit jaar zeker podiums gaat rijden. Misschien is deze de tweede wedstrijd nog te vroeg. Hij had een hele goede pace wel in Bahrein. Maar ja, hij mist natuurlijk toch nog wel wat kilometers en raceervaring met die Red Bull. Rijdt daartegen de allerbeste op dit moment misschien wel in het Formule 1-veld, zijn teamgenoot Max Verstappen. Dus ik denk dat deze wedstrijd misschien nog te vroeg komt. Maar in het seizoen gaan we Perez zeker op het podium zien, ook als er geen uitvallers zijn. Ja, we gaan het zien. Misschien dit weekend al. Het zou snel zijn, dat is waar. Maar we hopen vooral natuurlijk op een herhaling van die hele mooie eerste race, qua strijd in ieder geval, toen Hamilton en Verstappen het met elkaar aan de stok hadden in de slotfase. Dat is ook iemand anders opgevallen. Robin Freins namelijk, coureur in de Formule E, onze Limburgse trots uit Maastricht, daar. Wij zagen dit tweetje voorbij komen en we vroegen aan Freins wat hij daarmee bedoelde. Toen Formule 1 het hybride tijd inging, toen was Mercedes eigenlijk veel te sterk. Als je naar de kwalificatie keek, was op het begin vooral was Mercedes in seconden sneller als de rest. Dus er was niks tegen te brengen. Red Bull kwam eigenlijk steeds stapje bij stapje korter. Ferrari heeft er eigenlijk een beetje tussenin gezeten 3 jaar geleden. Nu is Ferrari wel een beetje teruggezakt naar, ik zal niet zeggen middenmode, maar ze zijn derde of vierde team. McLaren heeft grote stappen gemaakt. En nu, toen wij zagen eigenlijk al vanaf de Bahrein testdagen, zagen we dat het veld heel kort bij elkaar zat. En Max was het snelste in die trainingen. En ja, toen we zagen nu Mercedes eigenlijk geen grote voorsprong meer heeft, omdat ze van de Red Bull vooral, kunnen wij wel, dus het is moeilijker om te zeggen wie de wedstrijd gaat winnen, of nu Max of Lewis wordt. Ik denk dat Bottas zit er wel bij, maar Lewis heeft toch altijd wel de betere kansen om de wedstrijd te winnen. En ja, ik denk dat wij wel een goed gevecht kunnen zien voor het hele jaar lang. Persoonlijk denk ik dat Red Bull de betere auto heeft als Mercedes. Vooral in het bochtenwerk. Als je zag dat sector 2 altijd Red Bull eigenlijk de sterkste was, heel weekend lang. En nu volgende circuit gaan we naar Imola. Dus ik denk wel dat Red Bull daar heel sterk gaat worden. En dat Mercedes een beetje moeilijk gaat krijgen daar. Ben je het met hem eens? Xavier, kan Verstappen echt dit weekend een tik gaan uitdelen aan Mercedes? Ja, nee, ik denk dat jullie mij kunnen inruilen en Robin Freins dan neer kunnen zetten. Ik kan het niet beter verwoorden, denk ik, dan dat hij het ook dan dat hij het zei. Ik denk dat een hele goede kans is voor Red Bull om dit weekend te gaan winnen. En voor Max om die jinx van Italië te doorbreken. Ja, het zou heel mooi zijn. Een vraag die met name ook Ed Ronnie Siersma stelt via Instagram. Die vraagt zich af, Verstappen is dan misschien wel favoriet. Heeft de sterkste auto. Maar er wordt regen voorspeld dit weekend. Is dat nou een voordeel of niet? Ja, we weten nog niet hoe de auto's zich in de regen gedragen. Over het algemeen, als een auto gewoon goed is, is die goed en gaat die ook in de regen goed. We hebben dat vorig jaar gezien natuurlijk. Die was zeker in Oostenrijk, toen was ook veel regen. En dan zie je wel eens wat verschillen. Je ziet sommige slechte auto's, misschien de droogte, die in één keer in de regen heel goed gaan. Maar ja, we weten het eigenlijk niet. Maar je kunt ervan uitgaan dat Mercedes en Red Bull wel gewoon vooraan staan, ook in de regen. Ja, we gaan het zien. Heeft u nou ook een kijkersvraag thuis? Wil je ook een vraag laten beantwoorden door Xavier? Of door Robin Freins, kan ook, want hij kan het ook hebben net gezien. Dan kun je die vraag sturen naar pitlane@l1.nl of antwoord op onze Instagram stories. Voor nu, Xavier, dank je wel. Het was even anders vanaf afstand, maar het gaat prima zo. We gaan ons vooruitkijken naar die race weekend. Belangrijk ook, blijf gezond en probeer te genieten inderdaad van die Grand Prix van Emilia-Romagna. En zeg ik ook tegen u, veel plezier dit weekend en graag tot de volgende pitlane. Yeah. Volg de jacht van Max op al onze kanalen. Veel plezier bij de Grand Prix van Imola. Graag tot de volgende keer.